Hey hoi, ik ben Albi de papegaai. Ik ben een van de meest slimme dieren op deze planeet. Ik kan zelfs rekenen. Alleen dit gaat voor mij helaas niet altijd even makkelijk. Ik heb namelijk iets dat heet dyscalculie. Dit is een rekenprobleem. Ik voel me af en toe wel wat vervelend als het mij niet lukt en mijn vriendjes wel. Ik voel me soms dan een beetje een vreemde vogel. Maar met wat hulp voel ik me dan beter en gaan al mijn sommetjes ook stukken makkelijker. Jullie vragen je nu waarschijnlijk af wat het gekke dyscalculie is. Geen zorgen. Ik zal het jullie uitleggen. Als je dyscalculie hebt, dan heb je wat moeite met rekenen. Er zijn meerdere dingen waar je dan moeite mee kan hebben. Cijfers omdraaien is een van deze dingen. Bijvoorbeeld zie je dan een 12 als een 21. Daarnaast kunnen tafels ook erg moeilijk zijn. Dit zullen sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben. Soms wordt het gewoon eventjes allemaal te veel. Voor mij voelt het vaak als een zee van getallen. Ik vind het dan heel moeilijk om alles duidelijk te overzien. Als jij hier last van denkt te hebben, geen zorgen. Als je denkt dat je misschien dyscalculie hebt, vertel dit dan aan je papa of mama, of misschien ook je meester of juf. Ze kunnen samen met je kijken wat voor hulp het beste voor jou is. Er zijn veel verschillende dingen die je kunt helpen. Er zijn bijvoorbeeld verenigingen die je uitleg kunnen geven. Ik praat vandaag voor de vereniging Impuls en Woordblind. Als je wat meer informatie hierover wil, dan kun je altijd met je ouders naar onze website kijken. Voordat ik wegvlieg met mijn vriendjes wil ik nog één ding zeggen. Vergeet niet dat je er nooit alleen voor staat. Ook al heb je misschien wat hulp nodig, je bent nog steeds een slimme vogel. Dag!